Oh jongens, het is best wel spannend eigenlijk. Ze hebben dus volgens mij al mijn liedje opstaan, maar ik hoor hem door de muur heen. Kijk, ze zijn wel los aan het gaan. Dan weet ik zeker dat ik dans met jou. Every day you spin me round and round. Hoi, welkom bij me thuis. Het is vandaag de eerste schooldag na de finale die ik heb gewonnen. Ik heb super veel zin om weer naar school te gaan en iedereen weer te zien. Kom alvast binnen, ik ga mijn spullen pakken. We gaan even mijn tas inpakken, anders dan ga ik niet op tijd komen. We hebben vandaag Nederlands. We hebben wiskunde. Als het goed is, komen we ook in de les in wiskunde. Maar wat ik wel leuk vind, dat hebben we niet vandaag, maar dat is muziek en biologie. Sowieso de docenten daarvan zijn heel chill. En muziek vind ik natuurlijk gewoon het leukste. En ja. Oké, we gaan naar school, jongens. Oké, ik moet natuurlijk het belangrijkste niet vergeten. Deze hier. We gaan nu naar school. Ik ben benieuwd hoe ze het vinden. Dus we zijn onderweg naar school. Het is niet zo heel lang rijden, het is echt om de hoek. En dan ga ik mijn klas weer zien. Super veel zin in. Ik heb berichtjes gehad, ik heb snapfilmpjes binnengekregen. En mensen die op de kermis waren, die helemaal aan het springen waren omdat ik had gewonnen toen ze het hoorden. Dus ik heb wel al wat berichtjes gekregen, maar ik heb ze nog niet gezien. Zo, hoppakee. Oké, we zijn er jongens. Zo, we zijn op mijn school. We gaan naar binnen. Ik heb wiskunde en de les is al begonnen. Maar we gaan gewoon naar binnen lopen en kijken wat er gebeurt. Ik ben heel benieuwd. Ik zie mijn mentor al, jongens. Daar staat ze. Kijk eens. Goedendag. Hallo. Jongens toch. Dankjewel. Dankjewel. Oh, ook nog drie kussen. Ja, zo. Dankjewel. 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 Nou, wat een gezelligheid. We gaan nu naar mijn klas toe. Jawel. Ik vind het wel spannend. Ik ben heel benieuwd hoe ze gaan reageren. Ik heb echt geen idee wat er gaat gebeuren. Maar het wordt vast leuk. Het is letterlijk dit lokaal. Deze. Oh jongens, het is best wel spannend eigenlijk. Ze hebben dus volgens mij al mijn liedje opstaan, want ik hoor hem door de muur heen. Kijk, ze zijn wel los aan het gaan. Dan weet ik zeker dat ik dans met jou. Every day you spin me around. Hey, hallo Jack. Dankjewel. Yes. Oh, wat een gezelligheid. Kijk eens jongens, het is helemaal... Hallo klas, goedemorgen jongens. Ja, Mathieu is heel leuk in de klas. Ja, echt. Hij is wel de gangmaker, maar ook heel lief en timide en ja, fijne jongen, ja. Mathieu is best wel druk in de klas, maar wel grappig. En als hij er niet is, is de sfeer al gelijk minder. Ja, hij zingt heel veel in de klas. Meestal zingt hij Engelse liedjes. En soms zijn eigen liedje. Ja, een beetje raar, want ja, het is eigenlijk gewoon een BN'er. En je verwacht niet dat hij gewoon in je klas zit. Dan weet ik zeker dat ik dans met jou. Ja, ze kennen hem ook. Every day you spin me round and round. Je laat me zweven als een astronaut. Every day you spin me round and round. Wie heeft dit helemaal versierd? Wie heeft dat gedaan? Nou, hallo klas. Hebben jullie het gezien? Heeft iemand het gezien of niet? Ja. Ja, ik heb het thuis gekeken. Ik vond het echt enorm leuk om te kijken. En hij heeft het ook echt enorm goed gedaan. Ja, we vinden het super leuk dat hij heeft gewonnen en zijn ook super trots. Ik snap niet hoe hij dit kan doen zonder zenuwachtig te zijn of zo. Ik vind dit heel goed gedaan. Ja. Heel trots. En trots hoe hij het doet en zijn ouders, hoe die achter hem staan. Geweldig, echt. Ja. Hoe ik het vond, ja, gaaf. Ik had eigenlijk niet verwacht, maar ja, het is toch vet dat hij heeft gewonnen. Ja, ik had wel verwacht dat hij zou winnen. Ik had er zeker wel vertrouwen in. Ja, ik ben heel trots op hem en ja, ik vind het heel leuk voor hem. We hebben allemaal Poolse spelletjes voor jou gekocht, dan kun je een beetje voorbereiden. Oh, dit is ook allemaal echt allemaal Pools. Een voorproefje op Polen, letterlijk. Okay, ik ben heel benieuwd hoe het gaat smaken. Nou, dank jullie wel. Wat gaan we als eerste openmaken? Ik ga... dit doen, denk ik. Zal ik ze even uitdelen? Oké, neem iedereen één en dan gaan we tegelijkertijd in de mond stoppen, ja? Drie, twee, één. Oh! Oké. Wow. Dit wel. Het smaakt een beetje naar schuim. Ik wil jullie eens laten zien. Oh, nou, superleuk. Van mijn dochter. Vindt ze ervan? Mooi! Ah. Zo'n lach gewoon. Is die van jouw school? Oh my god, jongens. Ik wil echt kinderen laten als ik dit zie, ja.
Leuk. Ja, wat lief. Geef ze maar een knuffel. Ja, natuurlijk. Ik vind wiskunde echt heel moeilijk. Maar je kan er dus gewoon met het woord wiskunde kan je me namaken. Nou jongens, dit is het dan. Hij is weer heel. Weet iemand wat er is gebeurd? Heeft iemand het gezien? Je hebt hem laten vallen. Maar hij is weer heel, kijk, hij is heel mooi. Wat vindt u ervan, mevrouw? Geweldig, echt goed gedaan. Ja, echt. Wat zeiden die ouders? Ja, die moesten heel hard lachen. Mijn vader zei nog, toen hij daarboven stond, hij gaat hem dadelijk laten vallen, want ik had hem heel onhandig vast. Precies 2 seconden daarna liet hij hem vallen. Dus, hij heeft het overleefd. Supergoed gedaan. Echt, ik had zoiets van, stemmen, hij doet supergoed. Heeft u gestemd? Ik heb gestemd. Oh, oké, ze heeft gestemd. Dan is hallo. Super. Ik ben er eigenlijk achter gekomen dat hij meedeed aan het Songfestival door hem te googlen. Want hij zegt dan wel, ja, ik acteer en ik zing. Maar hij zegt dan maar heel weinig over wat hij dan doet. En ja, ik was een beetje starstruck toen ik dat las. Dus dat was wel heel gaaf, ja. Ja. Hij staat heel rustig onder. Heel timide en dan, ja, eigenlijk is het best groots al. Ik denk dat hij het wel goed gaat doen in Polen. Tuurlijk, nu ging het ook goed. In Polen zal het ook zeker zo zijn. Heel veel succes! Geniet! Succes! Dat was mijn klas. Ik ga nu de school een beetje laten zien. Nou, dit is mijn kluisje, jongens. Hier stop ik eigenlijk niet zo heel veel in. Het is eigenlijk, ik stop meestal mijn jas erin. Of mijn tekendoos. Of iets van chips of eten of zo. Maar that's it. Maar dit is een soort van kantine-aula. Hier zit ik gewoon met mijn vrienden te eten en zo. Dus ja, that's it. Dus dit is de kantine. Ik ben meestal in de ochtend te lui om zelf brood te smeren. Dus wat ik dan ga doen, ik ga even hier lekker vers broodje halen. En dan ga ik die lekker eten. Gefeliciteerd, hè, jongen. We zijn trots op jou. Dankjewel, mevrouw. Jij hebt het gezien? Ja, natuurlijk. Dankjewel. Nou, wat een liefde, jongens. Dit was mijn school en jullie hebben mijn klas mogen gezien. Ik ga nu snel naar mijn volgende les, anders kom ik veel te laat. Ik ga deze aan jullie geven, anders ga ik hem weer laten vallen. Vergeet zeker niet te abonneren. Doe een blauw duimpje omhoog. En dan zie ik jullie in de volgende video. Doei, doei!